wel chic. Oei, amai, dat is kei tof. Ja? Even zien. Ja. Ik ben Michel. En ik ben Francine. En wij testen vandaag de buscamper uit. Salut! Dag! Dat rijdt super, hè? Ja. Eigenlijk, vlot vind ik dat wel. Zou dat best gewoon kunnen worden zo. Oké. Nog een beetje naar voren, naar daar en dan achteruit, ja? Goed gedaan, Schattie. Amai, nu heb ik toch een drankje verdiend, denk ik. Hè? Schattie, zit je er? Het is... Ja. Ah, voilà. Ik zit genieten er. Even na, hè. Hop. Hier zitten we dan. Voilà, hè. Tjink. Woehoe. Het buitengevoel dat je met deze camper hebt, schuif de deur open. Ja, en er zit alles op, erop en eraan. En nog een groot voordeel is, bij de compacte camper te zijn, een grote koelkast. Toch altijd handig als je wat langer weg bent en wat meer eten wilt meenemen. Hè? En het supermontees is, we kunnen hier boven slapen, dus ja. een extra ruimte. Ja. Ja, één met de natuur op deze manier, je kijkt naar buiten. Dus dat is een groot pluspunt ook. Ja. Minder vind ik persoonlijk aan de buscamper de fietsen. Ik heb graag dat de fietsen in de buscamper staan en hier moeten ze er van achteraan hangen. En een nadeel ook nog, nadeel voor mij, een beetje een nadeel, de douche. Ik kan er wel in staan. Ik heb nog een beetje ruimte van boven, maar dat je dan moet douchen, dat wordt wat krap. De buscamper lijkt op dit moment voor ons de ideale camper. Instant vakantiegevoel. Absoluut.